Goedemiddag allemaal, welkom bij het webinar. We gaan het vandaag hebben over absolute basisbeveiliging voor het MKB. Belangrijk onderdeel natuurlijk voor het MKB. Zeker gezien de laatste tijd veel verhalen eronder doen over hacks die gedaan worden. Bedrijven die een beveiliging niet op orde hebben en daardoor grote schade oplopen. Dat doe ik vandaag niet alleen, dat doe ik samen met mijn collega Frank. En op de achtergrond mijn collega Vincent, die de vragen bij zal houden. De vragen die jullie hebben, die kunnen jullie in de chat kwijt. En die zullen we dan aan het einde van het webinar doornemen, mocht ze al niet ter sprake zijn gekomen. Mijn naam is Volker Schutte, ik ben marketeer bij WSB. Samen met mijn collega Frank en Vincent heb ik al een aantal webs gedaan. En nu staat er weer eentje op de lijst. Frank. Kun jij jezelf ook even voorstellen? Ja, mijn naam is Frank van der Burg. Nou ja, ik ben consultant bij WSB, inderdaad al meerdere webinars gegeven over verschillende onderwerpen, maar vandaag inderdaad security. Ik hou me meestal bezig met de moderne werkplek, hè, met het gebruik van Teams, van alle producten die in Office zitten, maar daar is beveiliging een belangrijk aspect van. En ik help graag om dat en bespreekbaar te maken en om te vertellen wat die beveiliging dan inhoudt en wat je daarmee kan. Helemaal top. Nou, laten we even kijken naar de agenda van vandaag. Het welkomstwoord hebben we net gedaan. We gaan kijken naar de IT-trends. De vragen die zowel bij ons binnenkomen vanuit MKB. Daarna gaan we het hebben over basisbeveiliging voor het MKB. Welke oplossingen zijn daar dus zowel voor mogelijk? En dan kijken we inderdaad van wat zijn de mogelijkheden met betrekking tot veilig werken en veilig e-mailen. En we sluiten af met een advies vanuit WSB aan de slag. Stel dat je inderdaad je basisbeveiliging verder wilt opschroeven, naar een hoog niveau wilt tillen. Of eens een keer een goede check wilt laten doen. Wat zijn dan de stappen die je kunt ondernemen? De IT-trends. Veel vanuit huis, zeker natuurlijk de laatste 2 maanden. We hebben inderdaad bij WSB ook een enorme toeloop gezien van laptops, beeldschermen die voor thuisgebruik benodigd waren. Daarnaast ook veel gebruik van mobiele en persoonlijke devices door elkaar. Veel mensen die gebruiken een privételefoon voor werkzaken om toch eventjes te chatten met collega's, even te overleggen. Tablet. Dat ze die telefoon ook gewoon vaker bij de hand hebben. En tablets inderdaad, Frank, dankjewel. En daardoor is er ook een toename van cybercriminaliteit. Juist omdat er zoveel thuisgewerkt wordt en de beveiliging niet helemaal op orde is, is het voor de cybercriminelen stukken makkelijker om een slag te slaan. Ja, hoe ga jij dat, Frank? Ja, nee, aanvullend mee eens. Dit zijn natuurlijk trends die door de coronacrisis versterkt zijn. Maar dat was natuurlijk al hiervoor ook al. Dat thuiswerken normaler werd. Dat mensen vroeger in kantoor zaten met een laptop daar of een pc. Tegenwoordig hebben mensen laptops. Die nemen ze overal mee naartoe. Ja, die gebruiken ze ook vaak privé. Ik ben daar zelf een voorbeeld van dat ik mijn laptop ook zakelijk en privé gebruik. Ja, dan des te belangrijk om eens na te denken inderdaad, is het dan wel oké? Zit daar dan de juiste beveiliging op? Hebben we daar wel controle op al die apparaten? Wat als je een nieuwe mobiele telefoon koopt en je zet daar je e-mail op? Is dat oké, ja of nee? Dat zijn allemaal dingen die vroeger nooit zo speelden, die ook soms technisch gewoon niet konden. Nou, nu zei je dat er volop mogelijkheden zijn. En dus ook meer kansen of risico's eigenlijk. Dus logische trends en wat versterkt denk ik door de huidige situatie. Ja, inderdaad. Ja, als we dan inderdaad gaan kijken van nou, wat merken wij daarbij bij WSB van? En welke vragen krijgen wij sowieso binnen van onze klanten op de supportafdeling?
Dan is een van de vragen, hoe kan ik zakelijke data veilig vanuit huis benaderen? En hoe kom ik inderdaad op de server die op de zaak staat bij de juiste bestanden? Met een beveiligde verbinding, zonder dat anderen daar misbruik van kunnen maken. Andere vraag die we vaak horen is, hoe schermen collega's tegen phishing aanvallen? En hoe voorkom ik dat mijn collega's inderdaad op een link klikken van een e-mail die ze gestuurd hebben gekregen die heel erg echt lijkt, maar dat niet is? Hoe zorg ik ervoor dat apparaten veilig zijn? Onder andere te maken met de updates van de apparaten. En hoe veilig, hoe kan ik e-mails en bijlagen versturen en ontvangen? Zijn er ook veel vragen die jij voorbij ziet komen, Frank, als consultant zijnde? Ja, met name de werken van verschillende locaties en apparaten, die we eigenlijk net over hadden. Maar die phishing aanvallen, dat is wel een goeie. Dat komen we helaas nog regelmatig tegen. De tijd dat die mailtjes alleen maar van de Nigeriaanse prinsen waren, dat ligt al een beetje achter ons. Nu zie je eigenlijk direct dat in een situatie waarin we nu zitten, dat er binnen 1 of 2 weken daarna een soort van mailtjes die specifiek daarop inspelen worden geschreven, maar echt prima vertaalde mailtjes zonder gekke taalfouten, met logo's en alles. Ja, en als iemand daarop klikt die veel machtiging heeft binnen het bedrijf of veel recht heeft op bestanden en mappen, ja, de kans dat daar wat mee gebeurt is dan gewoon relatief groot. Dus absoluut goed om dat te voorkomen ten alle tijden. En dat is deels technisch en deels ook bewustwording, denk ik. Ja. Dan gaan we kijken van wat we bij SWSB gebruiken en adviseren. Gebruik van maken om een basisbeveiliging voor het MKB aan te bieden. Dat is een Microsoft 365 Business Premium waar we gebruik van maken. En daarnaast een blok voor het inrichten van die basisbeveiliging. Microsoft 365 kennen we natuurlijk grotendeels allemaal. Hè? De Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Teams, waar wij zelf natuurlijk al een aantal webinars van hebben gegeven. Ook in combinatie met de Windows Virtual Desktop. Het biedt eigenlijk gewoon een goed pakket voor de basisbeveiliging. Kun je daar iets meer vertellen, Frank? Ja, eigenlijk is het natuurlijk tweeledig. Hè. Je hebt tegenwoordig een licentie nodig om gebruik te maken van Office. Hè. Dus enerzijds is Office natuurlijk een lijst met applicaties. Je ziet ze ook in dat screenshot staan. Hè. Je hebt Excel, Word, PowerPoint. Dat is deel 1 van de licentie. Deel 2 is dat ze ook allerlei diensten gemaakt hebben om beveiliging mee te doen. Maar die vragen wel wat inrichting. En wat we eigenlijk gedaan hebben in de moderne werkplek, is dat we gezegd hebben, oké, voor beveiliging heb je eigenlijk 2 verschillende dingen nodig. Hè. We klassificeren veiligheid als in veilig kunnen werken. Hè. Dus zorgen dat je accountgegevens goed beschermd zijn, dat je data goed beveiligd is. En een los blok, hè, omdat het zo'n groot probleem is, dat de meeste problemen nog steeds door e-mails binnenkomen. Hè, met bijlagen, met links waar mensen op klikken. Dat er een los dienst is, die we helemaal inrichten om te zorgen dat e-mail zo veilig mogelijk wordt. Met alle mogelijkheden die daarbij horen. Dus de licentie is 1. Goede inrichting, een tweede daarvan. Als we dan volgens kijken naar veilig werken, wat er zoal in zit. Onder andere alle apparaten centraal op afstand beheren, het intunen en NDM. 1 wachtwoord voor alle applicaties, door middel van single sign-on. Alle data wordt versleuteld met BitLocker, biometrische identificatie met Windows Hello. En een 2-traps of 2-staps authenticatie via de telefoon. Nou, die laatste, dat lijkt mij wel voor de meeste mensen een bekend iets. Verder zie ik hier ook een heleboel afkortingen staan, Frank. Dus Intune, MDM, BitLocker. Heb je daar misschien iets meer informatie over? Vooral dat je zo snel mogelijk moet vergeten. Want uiteindelijk dat er wat termen staan, dat zijn de namen die Microsoft aan die dienst heeft gegeven. Maar niet zo relevant om verder constant bij stil te staan. Eigenlijk die zin daarvoor zegt precies een beetje wat het doet. Hè? Dus alle apparaten op afstand beheren. Dat betekent inderdaad met welk apparaat dan ook. Of het nou een laptop of een tablet of een pc of een telefoon is. Op het moment dat jij daar toegang wil krijgen tot je mail, tot Teams, tot OneDrive, tot de data van je organisatie. Dan gaat er eigenlijk de machine in werk. Zegt die oké, je wilt toegang.
mits je voldoet aan een aantal van de veiligheidseisen die we gesteld hebben. Misschien moet er een pincode op een toestel staan, misschien moet er een virusscanner geïnstalleerd staan, misschien moet die up-to-date zijn. En pas eigenlijk op al die checks ja wordt gezegd, dan zegt hij oké, ja, je krijgt toegang tot die informatie. He, die tweede bijvoorbeeld, één wachtwoord voor alle applicaties. He, mensen zijn natuurlijk een beetje verveeld met het feit dat je voor elke website, elke applicatie, alles maar gebruikersaccount en wachtwoord voor nodig hebt. En hoe meer, he, dat is gewoon onderzocht, hoe meer accounts je hebt, hoe vaker je hetzelfde wachtwoord gaat recyclen. Dus ze zeggen, je kan beter één heel goed wachtwoord hebben gecombineerd met zo'n tweestapsauthenticatie, met een sms-code of een verificatiecode. En dat je met diezelfde gebruikersnaam wachtwoord op al die verschillende applicaties inlogt. En het werken in de cloud maakt eigenlijk mogelijk dat je al die applicaties aan elkaar koppelt. En dat je zegt, oké, je krijgt één inlog, je e-mailadres, met één goed wachtwoord. En dan kan je toegang krijgen tot al die applicaties. Dus dat soort diensten, ja, ze zijn eigenlijk, als je eenmaal gebruik van maakt, denk je, ja, dat is hartstikke logisch en goed. Maar het zijn echt wel nieuwe technologische ontwikkelingen die het en een stuk veiliger maken. En in dit geval ook nog functioneel gewoon veel handiger, omdat je niet constant met accounts aan het wisselen bent. En die derde misschien nog, dataversleuteling, is een beetje een inkopper. Maar dat betekent gewoon, wordt mijn pc gestolen, mijn laptop, en iemand haalt jouw schijf eruit. Dan is die data gewoon onleesbaar, tenzij die in het apparaat zit waar die uitgehaald is. Ja, dat soort dingen voorkomt natuurlijk dat iemand een harde schijf eruit haalt, het aansluit in een andere pc en data kan kopiëren. Dus dat soort dingen zijn is echt een soort beheerdersinstelling. Maar ja, het is ook iets, het zou iedereen aan moeten zetten eigenlijk. Ja, en naast goede beveiliging wil ik je ook heel veel zeggen, Frank, over gebruikersgemak. Onthoud gewoon één goed wachtwoord met behulp van zo'n tweestapsverificatie. Voor al die verschillende. Ja, klopt. Ja, dat is misschien wel een goed punt wat je aanstipt. Hè. Dat heeft natuurlijk te maken dat beveiliging en functionaliteit, die gaan natuurlijk altijd een beetje hand in hand. Hè. Hoe strikter je dingen instelt, hoe meer functionaliteit je vaak verliest. Of hoe meer gebruikersgemak. Dus vandaar dat we ook een beetje de basisbeveiliging genoemd hebben. Ik vind dat mensen goed en functioneel kunnen werken, dat moet het allerbelangrijkste zijn. Mits het veilig is. Dus je moet altijd een balans zoeken tussen die twee dingen. En die balans hangt enorm af van wat voor bedrijf je bent of met wat voor data je werkt. Als jij een ziekenhuis bent met persoonsgevoelige informatie of met patiëntgegevens, ja, dan zal je wat meer restricties moeten opleggen en wat functionaliteit moeten inleveren wellicht. Doe jij met minder gevoelige data werken, ja, dan kan jij prima veel meer functionaliteit inzetten en meer de basis van de beveiliging aanhouden. Dus het is voor elk bedrijf vandaar ook een manier om daar een weg in te vinden die past bij de risico waar ze mee werken. Ja, inderdaad. Maar laten we even kijken inderdaad, naar voorbeelden die we vaak tegenkomen, zo'n Windows Hello. Dat is vaak een gezichtsherkenning of een vingerafdruk. Natuurlijk heel specifieke kenmerken waar je zelf heel moeilijk te hacken. En natuurlijk bijvoorbeeld van de Rabo-grillen met de T-staps. Verificatie. Ja, en die Windows Hello is een goed voorbeeld, hè? De biometrische identificatie. In wezen is dat bijna een vorm van tweestapsauthenticatie. Want dat betekent als ik een pc heb die ik alleen maar kan inloggen met mijn gezicht. Dat betekent dat je als je op mijn pc wil inloggen, dat je twee dingen nodig hebt. Hè? Mijn gezicht plus het apparaat zelf. Als je mij voor een andere pc zet, kan ik hem natuurlijk niet inloggen. Hè? Dus je hebt twee onderdelen nodig om te kunnen inloggen. Wat het eigenlijk inherent veiliger maakt dan een gebruikersnaam wachtwoord. Die ik meerdere malen kan herbruiken vanaf verschillende locaties. Plus, en hierin hetzelfde. Het is gewoon 10 keer makkelijker om voor je pc te gaan zitten. En dat die automatisch inlogt omdat die herkent. Dan dat je 85 keer hetzelfde wachtwoord moet invullen. Dus dit soort dingen zijn geweldig. Ja. En of dat nou gezichtsherkenning is of je vingerafdruk. Het maakt dan niet zo heel veel uit. Maar het is en veilig en functioneel. Dus nou ja, dat, als je die twee vinken kan zetten, dan moet je er sowieso wat mee gaan doen. Ja, nou, dan ben je net al heel eind. Als we na even kijken nog naar het stuk veilig e-mailen. Wat daar al zoal aan functionaliteiten zijn. Encryptie op e-mails. Voorkom imitatie-mails vanuit jouw domein. Stuur onzichtbare handtekening mee. Verwijder malware uit berichten.
scant alle links en blokkeert malafide websites en afzenders. En scant alle bijlages. Nou, die laatste weet ik dat wij die bij WSB ook gewoon gebruiken. Ik moet regelmatig heel eventjes wachten om een bijlage te kunnen openen. Omdat die nog door de scan heen moet. Maar ik denk dat het ook wel een belangrijke functionaliteit is van deze opties. Ja, nou, ik zal zeggen, we gebruiken ze allemaal bij ons. Dus we geven het goede voorbeeld. De reden dat dit, je ziet dat hier ook allemaal losse termen achter staan. Hè, het zijn losse diensten eigenlijk of losse onderdelen van e-mailbeveiliging. En dat hebben we eigenlijk samengevoegd tot één dienst. Hè, dat heet gewoon veilig e-mailen. En dat is eigenlijk een combinatie van verschillende functionaliteiten. Een soort scan waarmee die e-mail scant op onveilige malware of dat soort dingen erin. Of die ziet of daar links in geplaatst zijn die bekend zijn dat ze verwijzen naar websites die niet helemaal veilig zijn. Wat jij zegt, bijlagers, die worden van een e-mail afgeknipt. Die worden geopend in een soort privéomgeving, hè, waar ze gecheckt wordt wat gebeurt er dan. Pas als dat goedgekeurd is, wordt hier bij je e-mail gekoppeld. Dingen om organisaties te laten herkennen dat de afzender correct is. Dat zijn allemaal dingen die te maken hebben met e-mailbeveiliging. En eigenlijk allemaal gericht zijn op het feit, minder kans dat er phishing mails erin slippen. Dat er linkjes in staan waar mensen niet op moeten drukken. Dat er bijlagen in zitten waar ze die opent. Dat je in één keer al je bestanden encryptie krijgen of versleuteling of wat dan ook. Een heel scala aan diensten wat we samengevoegd hebben in veilige e-mailen, waarmee de risico's gewoon een stuk lager worden. Ja. Hier hebben we een voorbeeld van de Advanced Threat Protection. Ja, dit is echt een super mooie screenshot, hè, wat je kan zien. Wat er dus eigenlijk gebeurt, hè, er wordt een soort Microsoft houdt een lijst bij met alle websites die eigenlijk bestempeld zijn als malafide of als onbetrouwbaar. Die lijst kan je zelf aanvullen als je wil met eigen websites die je denkt van nou, die vinden wij ook niet goed. En het voordeel is dat je samenwerkt met alle mensen over heel de wereld als iemand een virusuitbraak heeft in België. En die zeggen ja, je wordt elke keer verwezen naar een bepaalde website, dat die meteen voor heel de wereld geblokkeerd wordt. En dat betekent, als je dan toch op die link klikt in de e-mail, dan krijg je inderdaad zo'n bericht in beeld. Let op, deze website is geclassificeerd als onveilig. En dan moet je echt, als je toch door wil, dan moet je echt door 3 waarschuwingen heen. Om te zeggen, van, let op, ik weet wat ik doe, ik snap wat de risico's zijn. Of dat je nu al getriggerd wordt. Nou weet je wat, ik bel toch even met mijn IT-beheerder of even met een expert om te checken of dit wel correct is, ja of nee. Dus het maakt het heel visueel voor mensen dat er mogelijk onveilige links in zitten. Ja. En dan gaan we door naar aan de slag. De ene laatste sheet die we hebben. We hebben inderdaad het veilig werken en veilig e-mailen opgesplitst in 2 blokken. Veilig werken en veilig e-mailen. Daar kunnen wij bedrijven bij helpen met het inrichten daarvan. De kosten daarvan zijn €595. We hebben een combi deal daarvoor gemaakt. Mocht een bedrijf aan de slag willen met beide blokken, dan kunnen wij die aanbieden voor €995. Nou, daar hebben we eigenlijk dus bij de vinkjes staan de punten, de beveiligingen, de functionaliteiten staan die we zojuist ook besproken hebben. Op onze website kun je die ook nog terugvinden. En mochten er inderdaad nog vragen zijn naar aanleiding van het webinar, dan kunnen jullie die naar mijn e-mailadres sturen. Die zien jullie onderaan in het scherm staan. Frank, ik weet niet of jij nu al wat vragen kunt zien. Of dat Vincent al wat vragen binnen heeft zien komen die we nog even kunnen doornemen. Ik heb dus 1 vraag binnengekomen van Jens. En dat ging denk ik over het begin. Of Microsoft 365 en Office 365 nou hetzelfde product is. Of wat daar het verschil tussen zit. Die kan ik op zich wel even op me nemen. Je ziet eigenlijk inderdaad dat Office 365, dat is eigenlijk de opvolger van wat Office vroeger was. Hè? Dus Word, PowerPoint, Excel. Echt een suite met productapplicaties. En Microsoft 365 is eigenlijk een uitbreiding daarvan. En dan zie je dus aan die beveiligingsopties dus een onderdeel van. Maar ook bijvoorbeeld een Windows licentie kan daarin zitten. Het beheer van mobiele apparaten. Dus het is een wat uitgebreider pakket aan diensten dan alleen maar de standaard producten die we eigenlijk al heel lang kennen.
En daarmee dus ook een breder portfolio aan beveiliging. Ja, precies. Eigenlijk vroeger moesten we beveiliging vaak als losse diensten afnemen of van verschillende partijen. En nu zie je dat eigenlijk binnen de licentie al een hele hoop wordt aangeboden als basisbeveiliging, wat eigenlijk alleen maar ingericht hoeft te worden. Daarnaast zijn er natuurlijk nog allerlei uitgebreide vormen van licenties met extra beveiligingsopties. Maar ja, dat is echt voor specifieke scenario's. Dus wat wij in de licentie aanbieden, denken we dat is in ieder geval nodig voor iedereen. En heb je nog meer eisen, ja, dan kan je altijd nog een stapje verder gaan. Yes. Even kijken. Verder zie ik geen andere vragen staan. Dus wat mij betreft mag jij hem afsluiten dan, Volkert. Nou, helemaal goed. Dan gaan we dat bij deze doen. Zoals ik al zei, zien jullie mijn e-mailadres onderin staan. Mochten er toch nog vragen te binnen schieten, die je vanmiddag nog wellicht krijgt, stel ze gerust, dan pak ik ze voor je op. En dan krijg je daar snel terugkoppeling op. Ik bedank jullie voor het kijken naar het webinar en hopelijk tot het volgende webinar.